Mindshift for Success was het thema van de masterclass die gisteren is verzorgd door Roy Martina. Martina is holistisch arts die zich heeft verdiept in de holistische geneeswijze en therapieën zoals homeopathie, acupunctuur en natuurgeneeskunde. Het doel van de masterclass was het aanreiken van praktische tools aan de participanten. Wij brengen u een fragment van deze masterclass Mindshift for Success. Dus als jij uitzendt in de wereld, ik ben arm. Ja, ik heb niet veel geleerd op school, ik heb een gewone baan, ik ben gewoon arm. Wat trek je aan? Armoede. Dus de kunst is om te bepalen eerst wat je wil en dat uit te zenden. En als je dat blijft uitzenden, word jij een baken, dus een soort baken om aan te trekken dat wat je aan het uitzenden bent. Dus we moeten heel bewust worden van wat we uitzenden. Begrijp je dat? Als we dat beheersen, verandert er alles. En dan komen we in de formule van aantrekken van meer dingen die je wilt. Nou, een van de grote geheimen die de meeste mensen wel weten, maar niet gebruiken, is dankbaarheid. De meeste mensen hebben hier wel van gehoord. Maar ook hier in Suriname, tot mijn hele grote verbazing, hoor ik heel veel mensen zeggen, ik mag niet klagen. Martina legt uit dat emoties komen vanuit de hersenen. Hij verduidelijkt dat door aan te geven hoe de linker en de rechterhelft van de hersenen werken met betrekking tot emoties. De linker hersenhelft, die heeft 5 kanalen, dat zijn de 5 zintuigen. Die binnenkomen. Wat we zien, wat we horen, wat we voelen, wat we ruiken, wat we proeven. Ja, 1, 2, 3. Nou, dat is eentje te veel, maar niet. Okay. En de linker hersenhelft probeert betekenis te geven aan deze, de input. Dus stel je voor, iemand kijkt naar je met een frons. Dus kijk een beetje zo naar je. Onmiddellijk ga je denken, heb ik iets verkeerds gedaan? Of zit er iets in de neus? Of mijn kleren zitten niet goed. Je gaat proberen te interpreteren dus wat je niet. En heel vaak heb je het mis, want je gaat hallucineren. Snap je? Je gaat bedenken wat die ander denkt. Nou, dat kun je niet. En dus je gaat nou anticiperen, reageren op een ander, terwijl je niet weet wat daar gebeurt. Stel, dat is die linker hersenhelft. Nu, interessant voor de rechter hersenhelft is, dat dat draadloos is. Mensen die praten over intuïtie, Dat is niet in jou, dat ontvang je uit het veld. Holistisch arts Roy Martina heeft gisteren een masterclass verzorgd met als titel Mindshift for Success. De masterclass is gehouden in de ballroom van Hotel Dorarica.